En dan komt er... Uitlopen. Hulp over wadden. De PHHOW. In luchtvaarttermen de Hotel Oscar Whisky. Onze ambulance heli. Jongens, ik was het weer vergeten. Zullen we nou zo even afspreken als we nou uitstappen dat we met z'n allen even klappen? Doen we dat ook gelijk van de vorige keer. Of even zwaaien, want het is toch wel geweldig dat deze mensen eigenlijk vandaag de tijd hebben gevonden. Tussen alles door om hier naar de Aviodroom te komen. Ik durf nu een beetje in de buurt te komen. De bladen zijn stil. En de collisionlijst zijn uit. Dus dat betekent dat je wat in de buurt mag komen. Hoe is het met jullie haar? Zit het nog een beetje goed? Ja, kijken, ja. Nieuwe afspraak maken voor de kapper, hè? Ja, ik was er wel bang voor. Ja, goedemiddag. Het klap is speciaal voor jullie allemaal. Goedemiddag. Hij heeft de oordopjes in, dus... Goedemiddag, hartelijk welkom. Daaf, je droom. En wie ben jij? Ik ben Stefan, verpleegkundige van de ambulance uit Leeuwarden. En ik ben Erling Brom van Daaf, je droom hier. En ik sta met de microfoon in handen. Fijn dat jullie er zijn. Ik maakte net een foutje. Ik had het steeds over een traumahelikopter en een ambulancehelikopter. Wat is nou het verschil? Het verschil is dat wij eigenlijk een vliegende ambulance zijn voor de Waddeneilanden. Van Friesland en Texel. We staan in Leeuwarden. Bij ons zit geen dokter in de helikopter, maar gewoon een ambulance team. Dus het is echt een vliegende ambulance. Zo, doe maar. Hoe lang doe je dit werk? Ja, ik vlieg sinds 2016, dus dat is 5,5 jaar. En toen zijn we begonnen op Leeuwarden, hebben we het overgenomen van de luchtmacht. En sindsdien Geweldig, wat een eerzaam beroep, maar ook een... Toch ook wel een beroep dat je denkt van dat je wel af en toe met je hoofd schudt, wat gebeurt hier allemaal? En hoe is het nou in zo'n ambulance helikopter te vliegen? Want dat lijkt me toch een heel aparte ervaring.
Het is altijd weer iedere dag gewoon om te vliegen sowieso. Het doel waar we voor zijn is natuurlijk minder leuk, want ze hebben altijd te maken met zieken of gewone mensen. Dus daar zijn we voor opgeleid om die mensen te helpen. Dat is ons vak. En dat je dat vliegend mag doen, dat is, dat is heel erg gaaf. Nou, ik vind het hartstikke mooi dat jullie hier zijn. Ik ga nog even met je collega praten. En dan gaan jullie even lekker aan het water van de koffie of iets anders. En de mensen natuurlijk laten zien wat we doen. Ja, uiteraard. Ja, dat kan, hè. Je laat mensen. Je kan vandaag bij de helikopter komen. Dat weet ik niet precies, maar hoe dat is georganiseerd. Ja, ik ook niet. Maar even vragen, toch? Dat gaan we zien. Ik kan me voorstellen dat mensen wel heel erg nieuwsgierig zijn om in zo'n helikopter even een blik te werken. Ik ga het eens even informeren, ik weet het ook niet. Goedemorgen, ik ben Erling. Hey, ik ben Ivar. Ivar, kom even mee naar de voorkant hier van de helikopter. Dan zien de mensen een beetje waar je over praat. Ivar, voordat je zo direct een aantal moeilijke vragen stelt, nee, dat is onzin. Mogen de mensen vandaag bij de helikopter komen, kijken? Terecht mogen de mensen komen kijken, ja. Mogen ze ook eventueel in? Nou, in is wat lastig, want dat doen we liever niet. Maar ze mogen wel ervoor zitten en dan een mooie foto maken met de deuren open en zo. Ik vind dat een applausje waard, toch? Oké, dus voor de mensen die inmiddels zijn weggelopen en die ergens anders staan. Je kunt straks in de heli of bij de helikopter komen. En misschien als je heel erg aardig bent dat je even je hoofd om de hoek mag steken, maar het gaat goed komen. Ivar, jij vliegt. Een trauma, hoe lang vlieg je al helikopter? Nou, ik vlieg een ambulance helikopter. Ambulance, ja. Ja, precies. Mensen maken vaak die verwarring. Ik vlieg sinds 1993. Eerst wat kleine vleugelvliegtuigjes. En sinds 1997 vlieg ik helikopter. Eerst een groot deel van mijn carrière offshore. En sinds vorig jaar juli ben ik in dienst bij de AWB. Zo, nou hier zal het blijven staan een beetje. En dan ga ik zo eens even wat drinken en dan spreek ik u later weer. Autoschadebedrijf, oude sloperij. In ieder geval die wagen gaan ze dus een andere wagen van maken. En dan laten ze zien hoe eigenlijk deze grote Crash Tenders gebruikt worden om vliegtuigbranden. Maar we hebben daar een auto voor gekregen van Braak en die gaan we straks dus helemaal demonteren met behulp van de grote brandweerwagens. Toch wel, maar ik denk dat het misschien een zwemmer is. Ja, dat is het. Nou, we gaan er even toe lopen. Jasper nummer 2 of 1. En wat doen we dan? We klappen. Yeah! Hartstikke mooi, ik loop er even op af. Die daar heel veel over wist te vertellen. Yeah. En het is simpel. Beetje oppassen, jongen. Ga maar even een beetje naar achter. Kom maar. Ja, ik ben bang dat er anders wat gebeurt. Ja, nee. Anders gaat het helemaal mis. Ga hier staan. Want er komt heel veel wind vanaf. Laat even lekker staan. Ja, je ruikt het weer, hè. Dit moet je ruiken en een bak koffie erbij, dan is je dag goed.
het warm draaien van de motoren. En het afwerken van de checklist. Ik kom liever aan in de cockpit kijken. Ja. Oké, let op hè. Ik heb het aan het zien gehad.